Kijkers, ik sta op de EuroArt Business to Business op een dagje in Herentals op het eilandje samen met Anita Bater. Anita, wat zien we allemaal hier? Wel, ik zou zeker de mensen die nu naar dit filmpje kijken toch even welkom willen heten. Wij presenteren vandaag in de Relax Zone zowel creatieve kunst als experimentele kunst, maar zeker ook dingen met een knipoogje. En daarvan zie je hier dus aan mijn rechterzijde het resultaat. Een, laten we maar zeggen, een delicatesse voor wijnproevers en voor mensen voor wie het iets excentrieker mag. Daarnaast hebben we natuurlijk ook kunst die zeker in heel wat Belgische huiskamers een plaatsje vindt. Onder andere werk van een Zuid-Afrikaanse kunstenaar, Pieter Lessing, heel gekend onder kunstliefhebbers, maakt herkenbare zaken, maar daarnaast ook abstracte werken. Dat is heel mooi. En daarnaast proberen we natuurlijk ook het hele, laten we maar zeggen, continent af te reizen op zoek naar toch wel een tikkeltje anders. En daarvan zien we bijvoorbeeld hier het resultaat. Braziliaanse kunstenaar, Cicero de Silva, eigenlijk een architect die nu vandaag de dag nog steeds gebouwen tekent. Gigantische grote gebouwen, geen kleine huisjes. En daarnaast creatief bezig is als kunstenaar. We hebben ook gepersonaliseerde kunst. Voor bijvoorbeeld Boer zoekt vrouw, die ook terecht kan met zijn favoriete foto van een van zijn koetjes en daar dan dit bangelijk grote werk van kan laten maken. Het meet 1,50 meter op 1,50 meter. En het is inderdaad heel spectaculair, dit soort van kunst. Heel fijn ook om cadeautjes te geven. En zoals je ziet hebben wij ook... Waar is die kleurbalpen? De kleurbalpen, daar gaan we zo meteen naar zoeken. Je ziet, we hebben ook heel jonge kunstliefhebsters bij ons hier vandaag. Naast origineel geschilderde werken zijn er ook nog altijd de kunstposters. Daar zie je hiervan een voorbeeld. Dat is eigenlijk dus één origineel dat gefotografeerd werd en waar reproducties van gemaakt zijn. Het voordeel daarvan is dat het heel toegankelijk wordt qua prijs. De technieken van vandaag de dag, wat betreft drukken, zijn ook veel verbeterd. Daarmee bedoelen we dan dat ze kleur echt blijven, dat ze jaren aan een stuk de woonkamer kunnen decoreren. Film is ook een onderwerp dat heel vaak aan bod komt in de kunstwereld. Vaak willen mensen thuis iets hebben waarvan ze zeggen, dit heb ik meegemaakt, daar heb ik een binding mee met die acteur of actrice. Dat is Marlon Brando. Marlon Brando, inderdaad, goed gezien. Met een kaart. Ook hedendaagse actualiteit vindt vaak een weerslag op wat er geschreven en getekend werd. Michael Jackson bijvoorbeeld is nu op dit moment een hot item. Heel veel mensen ontdekken ook vandaag nu pas de muziek van Michael Jackson. En vandaar dat je dat ook weer terugziet. Michael Jackson. In wat er geproduceerd wordt om bij jou thuis aan de muur te hangen. En om je huis eigenlijk gezelliger te maken. Ik zie hier ook een kort een beetje wat erotiek natuurlijk. Dat is erg in. Dat hoort ook bij het leven. En heel vaak zie je dat mensen dan toch schoorvoetend komen vragen van mag het met een beetje vrouwelijk schoon zijn? En als we dan meestal hele brave dames laten zien in een voorzichtig waaiend kleedje, dan merk je toch al snel dat ze iets meer willen betekenen. Ik denk dat je daar niet kunt filmen. Want dan is het weer de blote borsten. Natuurlijk. En nog eens Michael Jackson. Er zijn ook natuurlijk schilderijtjes die rustgevend werken, vakantieherinneringen. Niet alleen onze Belgische kust staat daar symbool voor, maar zeker ook bijvoorbeeld Afrikaanse kunst. Mensen die op vakantie gaan, daar mooie herinneringen aan over hebben gehouden. Ook dat presenteren we vandaag. Alze roos. En hoewel we bij EuroArt heel vooruitstrevend zijn wat betreft trends en hypes, mogen we toch ook niet vergeten dat er nog altijd plaats is voor klassiek. Heel wat van onze Belgische interieurs zijn nog altijd op een klassieke school gestoeld. Er is heel veel natuurlijk dat herkenbaar is. Hier zien we bijvoorbeeld de Mona Lisa. De Mona Lisa. Hallo Mona Lisa. En daarmee willen we eigenlijk ook kunst voor iedereen toegankelijk maken. Je kan dus vandaag de dag
met een idee afkomen van ik wil het dat of dat kunstwerk heb ik gezien in een galerij. Ik zou dat zo graag bij mij thuis hebben. Het kan vandaag de dag. Je kan dus gepersonaliseerd, je kan bijvoorbeeld je naam er laten opzetten of van je geliefde. Ja, dat is een van de cadeautjes van de toekomst, laten we maar zeggen. Dat mensen echt hun eigen ideeën naar voren gaan brengen en dan een atelier zoeken dat in staat is om die wensen dan ook weer op doek te brengen. Om dat te kunnen schilderen, om dat te kunnen waarmaken. Hier zien we bijvoorbeeld opnieuw een stukje vakantie. Zuid-Afrika, uitgebeeld in de dieren die er ook vandaag de dag nog leven. Sfeerbeelden vooral ook die de mensen thuis moeten helpen om die vakantieherinneringen weer naar boven te brengen. Deze grote werken worden uiteraard ook vaak gebruikt als eyecatcher om aandacht te vragen in hotels, in grote inkomhallen, in lounges. Kom mee. Zaken die bezig zijn met verzorging over dieren. Handelaars die met het land iets te maken hebben, die bijvoorbeeld zeggen, ja, ik ben al heel vaak op zakenreis geweest in Zuid-Afrika. Dat doet me er ook niet aan denken. Dan hebben we hier ook onze James. Ja, die traditioneel nog altijd voor de goede service zorgt. Vandaag met pralines, maar het ganse jaar door. Met informatie, met tips over hoe je thuis gezelliger en aangenamer kan maken door je muur te decoreren met kunst. En als het even kan, zouden we heel blij zijn als die kunst ook van EuroArt komt. EuroArt, jullie hebben ook een prachtige website, Anita, waar al de kijkers de details kunnen bekijken en ze willen informatie inwinnen. Welke is het adres? Dat is zo. Het adres is heel eenvoudig. www.euroart.be. Alles aan elkaar. Anita, erg bedankt en veel succes. Graag gedaan.